This one at least is for you. Het is een stuk gecomponeerd door Tim de Man. En Tim de Man is sowieso een klasgenoot van mij, een studiegenoot die ook in onze musical eerder dit jaar toch een behoorlijke stempel heeft gezet met een aantal prachtige stukken die hij heeft geschreven. Zo ook, this one at least for you. Niet in de musical, maar wel in de muziek. En Tim, ik hoop dat we het wel gaan doen. It was a mystery.